Edwin van der Sar, het is natuurlijk leuk dat zij de hoofdsponsor zijn, maar te komen naar Utrecht waar een hoofdkantoor staat, dat voelt natuurlijk moeilijk. Nou nee, absoluut niet hoor. Ik denk dat wij Ajax-fans door heel Nederland hebben en ook in Utrecht. En, je zei ook van, hey, iedereen is hier gewoon enthousiast over Ajax. Ja, dat klopt. Ik denk zeker dit jaar. We spelen leuk voetbal, we komen ver. De Champions League gaat redelijk tot goed. En laten we hopen dat we dat kunnen voortzetten, maar het überhaupt. Het Nederlands voetbal gaat weer een beetje omhoog en hopelijk profiteert Utrecht er ook van. Hey, wat wil jij van een sponsor eigenlijk, behalve gewoon een bak met geld? Nou, denk je, voornamelijk kijkt hoe je de partnership in kan vullen. Dus wat hebben zij nodig, hoe kunnen zij, wat zijn hun doelstellingen en waar kunnen wij ze mee helpen eigenlijk? En dat is eigenlijk basically hoe we het doen met Vodafone Ziggo. Waar heb je dan in godsnaam als doelverdediger vandaan gehaald om te denken in dit soort business termen? Hoe kom je daar gewoon zo bij? Nou ja, goed, ik zit hier ook al 6 jaar ben ik bezig directeur zijn. Ik ben gestopt toen ik 40 was als voetballer zijn. Dus die jaren daarvoor ontwikkel je jezelf ook al een beetje. En zeggen goede mensen om je heen, dat was als keeper zijn, had je goede verdedigers om je heen nodig. En nu als CEO heb je inderdaad ook belangrijk dat je directieleden ook van een bepaalde kwaliteit zijn. Oké, hey, laten we even praten over innovatie. Innovatie bij Ajax en op het gebied van technologie. Je hebt altijd de beste mensen, de beste jeugdafdeling. Maar waar doen jullie iets in op het gebied van techniek waar je een beetje een grensvlak hebt? Nou, tegenwoordig heel veel data wordt natuurlijk gegenereerd door de spelers. Ook door de jeugd. Hè. Je kan bepaalde dingen testen. Wij ontwikkelen onze eigen spelers eigenlijk. Dus ja, als jij over zoveel jaren bepaalde testen doet. En je komt bij een 13-jarig jongetje en die hebt dezelfde testen als Matthijs de Ligt of Justin Kluivert of noem er eentje. Ja, dan kan je weten dat een bepaalde richting op zou kunnen gaan. En dus moet je nog steeds de bal naar de juiste kleur schieten of de goede aannames maken. En uiteraard kantoor gebruiken we ook een hoop innovatie. Vind je het al nuttig? Is het al op een niveau dat big data en AI en dat soort dingen dat je denkt, hey, ik heb er wat aan? Nou, ik vind het belangrijk, zeker belangrijk dat de trainers, onze trainers er wat in hebben. Dus onze science department die levert inderdaad heel veel data op. Daar moet inderdaad wel gescheiden worden wat dan naar de trainers gaat. Of naar de techniektrainers of naar de conditietrainers. En op die manier maken we daar één potje van. Hey, als distributeur van Ajax content met een eigen kanaal en dat soort dingen, zijn ze daar ook gewoon nuttig in? Dat weet ik niet direct inderdaad, maar goed, de media afdeling die we hebben. We hebben rond de 30 mensen die werken op onze media afdeling. We maken, denk in onze ogen, goede filmpjes, mooie originele content eigenlijk. En dat leveren ook, we maken programma's samen met Ajax Inside. Inside Ajax met Vodafone Ziggo. Ja, en we leveren een hoop content af aan, is niet alleen Azië. Maar sinds kort hebben we ook een kantoor in Amerika geopend. Dus we proberen inderdaad de hele wereld wel de content te brengen naar onze fans of de mensen die geïnteresseerd zijn in voetbal. Weet je hoeveel mobiel is en hoeveel op de PC? Want mobiel is nu 80% geloof ik, hè, van wat mensen kijken. Dat zou zomaar kunnen, maar die cijfers zou ik je niet kunnen geven. Fijn feestje, dankjewel. Alsjeblieft.